Het is zondag 29 november. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Demonstratie van anti-islamitische organisatie Pegida in Rotterdam verloopt rustig. Bedrijfsuitje in speedboot eindigt in nachtmerrie. En fietspad in Dordrecht ligt op als je er overheen rijdt. En dan het weer voor morgen. Maandag is er veel bewolking en er zijn perioden met regen. De wind is krachtig tot hard uit het westen tot zuidwesten. En het wordt met 12 graden een zachte dag. Ongeveer 70 aanhangers van Pegida hebben vandaag gedemonstreerd in Rotterdam. De beweging die tegen de islamisering van Europa is, verzamelde op het Centraal Station. Omdat burgemeester Abu Talib een mars door de stad had verboden, werden ze met bussen naar het Willemsplein bij de Erasmusbrug gebracht om daar hun demonstratie te houden. Tegendemonstranten werden door een enorme politiemacht op afstand gehouden. Rotterdam, een stad. Rotterdam, een stad met een Marokkaanse moslim als burgemeester, liet zien dat wij ongewenst waren. Vanaf aanmelding tot vandaag was er geen enkel reëel gesprek mogelijk. Rond 12 uur komen de eerste Pegida-aanhangers aan op Centraal Station. Al snel zijn ook tegendemonstranten op het stationsplein aanwezig. De groepen worden gelijk van elkaar afgeschermd om de confrontatie te voorkomen. Meerdere betogers worden opgepakt omdat ze geen identificatie bij zich hebben of omdat ze de bevelen van de politie niet opvolgen. Ik persoonlijk wil me niks op laten dringen. Ik wil niet mijn zusje, mijn dochter, mijn moeder, mijn oma, mijn tantes en mijn nichtje straks gedwongen met hoofddoeken zien lopen. En daar moet wat tegen gebeuren. Ik vind ook dan te veel buitenlanders naar hier komen en ik vind ze moeten naar het eiland. De zorg wordt minder, alles wordt minder. Ik vind dat niet kunnen eigenlijk. Rond 1 uur worden de demonstranten naar 2 bussen gebracht, die ze vervolgens naar het Willemsplein brengen. Wij gaan tot het bittere einde. Wat vooral opvalt vandaag is de enorme politieinzet. Tientallen ME-busjes, paarden, een politiehelikopter en agenten in burger. Een enkele keer zijn de tegendemonstranten te horen. Ik ben hier omdat ik vind dat Pegida geen podium mag hebben. Hier niet, in Rotterdam niet, maar nergens in Nederland. En Pegida is gewoon een dekmantel voor extreemrechtse organisaties, voor fascisten. In totaal zijn vandaag zeker 20 mensen opgepakt voor kleine vergrijpen. Het gaat daarbij vooral om niet-Pegida-aanhangers. En op 12 december komt Pegida weer naar Rotterdam om te demonstreren. De drenkelingen van de omgeslagen speedboot hebben de schrik van hun leven gehad. Afgelopen vrijdagavond sloeg de speedboot om en belanden de 12 passagiers in het koude water. Een watertaxi sloeg alarm en dat heeft ze gered. We pakten een golf van de boot waar we achter zaten. En het bootje waar we op zaten hapte water en toen gebeurde het. De boot sloeg om. Mensen sprongen eruit, er zaten een aantal mensen onder de boot. En dat gebeurde gewoon ineens. Het was best wel spannend en eng eigenlijk. En wat een gezellig en avontuurlijk bedrijfsuitje had moeten zijn, wordt een nachtmerrie. Ja, ik ben zwaar geschrokken. Ik zat voor in de boot. Ik zag een beetje wit voor mijn ogen en toen, het eerste wat ik daarna zag, lag ik in het water. Toen onder de boot terechtgekomen, dus dat was niet zo'n beste plek. En gelukkig wel in de luchtbel, dus ik kon wel ademen. En geprobeerd eronder vandaan te komen, zwemvest los te krijgen, maar dat lukte nog niet erg. Uiteindelijk is die boot gaan zinken en rechtop gekomen, zeg maar, waardoor die dus boven mij vandaan kwam. En dat, toen was ik weg, toen was ik vrij. Gelukkig. Toen lag je nog wel in het water? Lag nog wel in het water, maar ik had zoiets van ik dobber en ik adem. Dus de rest komt wel. Ze komen me vanzelf wel halen, hoop ik dan. Gelukkig vaart er een oplettende watertaxi voorbij die samen met zijn klanten de drenkelingen uit het water vist. En mochten we ook aan boord. Gelukkig. Iedereen wordt gered en ook de zwaar onderkoelden zijn in het ziekenhuis weer opgeknapt. De speedboot is geborgen en de zeehavenpolitie onderzoekt het incident. En de drenkelingen? Die zijn vooral blij dat hun dramatische bedrijfsuitje toch een happy end heeft gekend. Ik had het idee dat de schipper een ervaren man was. Maar ze zullen blijken of dat hij iets goed of fout heeft gedaan. Ik kan me er niet druk om maken. Die mensen doen dat wel en wij zijn allemaal veilig.
En ja, blij dat we allemaal goed zijn en dat het goed met ons gaat. En dat is gewoon, we zijn dankbaar met de engeltjes om ons heen. Ja. Door de 4-2 overwinning in de Stadsderby tegen Excelsior is Feyenoord in het spoor gebleven van koploper Ajax. De club van Rotterdam-Zuid staat nog altijd 3 punten achter de Amsterdammers die vanmiddag met 2-0 wonnen bij PEC Zwolle. Voor Excelsior verandert er weinig op de ranglijst, ondanks de nederlaag van gisteren. De Kralingers gingen ten onder tegen de stadsgenoot, mede door 3 doelpunten van Michiel Kramer. Ik denk dat je heel snel wel op 1-0 komt. Waardoor er daarna wat minder wordt. En misschien is dat ook wel logisch, maar aan de andere kant moeten wij wel scherp blijven in dat soort dingen. En dan kom je op 2-0. Nou ja, dan moet je het eigenlijk doortrekken tot en met de rust. En dan krijg je net voor rust een keer 2-1. En dan weet je dat je de tweede helft wel scherp moet beginnen, want anders krijg je het nog lastig. En gelukkig hadden we wel vrij snel die goal te pakken en wordt die marge weer 2. Ik denk dat je daardoor ook wat makkelijker gaat voetballen. Ik denk dat wij tegen Feyenoord genoeg kansen hebben gecreëerd. En wat in mijn ogen echt een titelkandidaat is. En tegen een titelkandidaat hebben wij gewoon bij Vlaag gewoon heel aardig gespeeld. En ik denk ook in de eerste helft fase waren wij gewoon echt aan het drukken. Dat wij echt op zoek waren naar die 1-1. En ik denk dat het rond de 30e minuut was. En dan uiteindelijk valt hij aan hun kant is het 2-0. Dus ja, dat, op die moment viel het voor hun ook goed. Maar dit is wel iets waar wij verder mee kunnen. En we zijn absoluut niet te neergeslagen. En net als Feyenoord wisten Sparta en FC Dordrecht dit weekend ook te winnen. Sparta was op het kasteel met 2-1 te sterk voor Helmond Sport. En Dordt won in Eindhoven met 4-1 van Jong PSV. Het terugblikken op al deze duels doen we vanaf 19:15 in FC Rijnmond. En te gast zijn Rob Jacobs en Wouter Gudde. Een primeur in Dordrecht. De straatverlichting van het Dordtse Kors Monsterpad springt namelijk alleen aan als daar iemand langs fietst. Het enigszins verlaten fietspad heeft als eerste in Dordrecht straatlantaarns met bewegingssensoren. En inderdaad, de wethouders Rijnvaan en Van der Linden zien het licht als zij het pad opkomen. Ik denk dat iedereen ziet dat dit een goede manier is om met energie om te gaan. Op lange termijn is het voor de gemeente ook veel voordeliger. Hè, want een ledlamp kost wel even wat meer, maar gaat langer mee, energiezuiniger. Die sensoren maken het nog zuiniger. Dus ik denk dat dit voor iedereen een hele goede oplossing is. De eerste voorbijgangers moeten nog even wennen. Nou, het viel me op dat hij op een gegeven moment uit was en dan 2-3 lichten voor je springt hij aan. Op zich werkt het wel, alleen je kan niet zo ver vooruit kijken. Dus het is, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat wel beangstigend vinden, want in de verte heel donker is. Om je heen is het wel licht, maar je rijdt wel een donker gat in. Dat je iets verder vooruit aan zou moeten. Ik vind de kleur licht vind ik heel prettig. Alleen ik merkte wel op dat sommigen een beetje laat aangaan. Pas als je er voorbij bent bij een lantaarnpaal gaat je pas aan. Ja, dan heeft het geen zin meer. Ik heb het net zelf ook ontdekt. Soms gaat de verlichting net nog iets te laat aan. Dus het is net een week uit en we moeten even inderdaad nog wat fijne afstelling doen. Dat klopt. Ja. Een nadeel is dat een donker fietspad sommige gebruikers een onveilig gevoel geeft. Ik hoor wel van mensen in mijn omgeving dat ze dit toch een beetje mijden. Omdat men wel de perceptie heeft, het gevoel heeft, dat dit een wat onveilige fietspad is. Omdat het inderdaad afgelegen ligt. Ja. Dat klopt wel. Maar ik denk zelf dat het op zich meevalt omdat het redelijk veel bereden wordt. In dat geval zou het dan niet altijd gewoon verlicht moeten zijn? Wat mij betreft zou het niet hoeven. Waar we op energie kunnen besparen is van harte welkom. Daarom ben ik op de fiets. Want ik probeer daar toch af en toe te fietsen en niet met de auto hier te pakken. Cabaretier Anne Neuteboom is in het nieuwe Luxor in Rotterdam zowel door de jury als door het publiek gekozen tot winnaar van de 50e editie van het cabaretfestival Kameretten. Nee, wij demonstreren niet. Weet je waarom niet? Omdat het geen zak uithaalt. Dan had je je tijd veel beter kunnen besteden aan een onbetaalde werkervaringsplek, een garantieloze stage of een fulltime ongeschoolde bijbaan in plaats van naar het Malieveld te gaan. En ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar er is daar nooit iemand, behalve één gast van het Pauwnieuws. Ja, en die gaat je dan filmen terwijl je boos bent en die knipt dat zo kut dat jij voor de rest van je leven voor lul staat op het internet. Omdat het als beginnend cabaretier moeilijk is aan geld te komen, werkt Neuteboom op de slagerijafdeling van een supermarkt. En hier deed ze haar inspiratie op voor haar show. Daarin gaat ze tekeer tegen vervelende en lastige klanten die ze het liefst aan haar vleesmessen zou willen rijgen. De jury schreef in haar rapport, Anne schreeuwt haar frustratie en woede van zich af. En dat deed ze dus goed.
In Schavendeel, in de Hoekse Waard, woedt een heuse visrel. Twee viskramen in één dorp zouden de oorzaak zijn van een al langer lopend conflict. Vorige week is het uitgelopen op een confrontatie en is de ene visboer met de andere op de vuist gegaan. Er is aangifte gedaan en de gemeente heeft nu beveiliging ingeschakeld. Een hoop problemen. Goedemorgen. En dat is al een kleine 10 jaar aan de gang. En dat gaat over het feit, over twee visboeren. Rivalen wil ik het niet noemen, maar in de zin van, ze hebben problemen met elkaar. En dat is vorige week geëscaleerd. En waarom ging hij met u op de vuist? Nou, dat vraag ik me dus zelf ook af. Misschien omdat twee viskramen voor één klein dorp te veel is. Dat is een mogelijkheid, maar daarom zeg ik, de mensen maken zelf de keuze bij wie ze gaan. En als dat zo mocht zijn, dan moet daar duidelijkheid in geschetst worden. Kijk je dan, alsjeblieft. Vishandel Hagen wil niet reageren op de commotie. De klanten van de markt hier in Schavendeel vinden het dorp niet te klein voor twee viskramen. En het gaat prima zo. Wel een beetje veel voor één klein dorp. Nee hoor, hij staat er hier op woensdag ook. Woensdag ga ik altijd naar hem. Zaterdag naar hem. Eerlijk verdelen. En hoe moet dit dan opgelost? Gewoon hem lekker laten staan en hem lekker laten staan. We moeten maar eens in vrede kunnen leven. Niet altijd zo egoïstisch en jaloers zijn. We halen bij die altijd, als die bij ons in het dorp staat, op vrijdag kibbeling. Dus kibbeling hebben we al gehad, dus nu gaan we wat anders halen. En de twee visboeren die staan elkaar een beetje naar het leven? Omdat ze allebei op dezelfde markt staan? Heeft u een suggestie hoe dat op te lossen? Ja, volgens mij moet het wel samen kunnen. Kijk eens al. Eet smakelijk, goed weekend en tot de volgende keer. En ik denk dat wij allebei, gezien de situatie, allebei best positief mogen zijn. Ik heb persoonlijk niks te klaren. Echt niet waar. Want ik bedoel, als het voor mij niet aantrekkelijk was om hier te staan en niet genoeg animo was en niet genoeg afname, nou, dan is voor mij de keuze heel simpel. Dan had ik hier niet geweest. Ik bedoel, laten we één ding heel duidelijk houden. Ik sta hier niet om de overkant te plagen. Laat dat duidelijk zijn. 2,5. Moment hoor. Ja, en de gemeente Schavendeel gaat nog met beide visboeren praten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. En nog een fijne dag verder.